Joris, ik sinds zo vier op drie zonen. Dank u. Ga eens aan het enige echte exportproduct van 2060. Na Deus, na is daarna. Toch, ja, ja voilà. Ik ben content, jong. Echt, had je dat verwacht? Ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik was aan het focussen op het optreden en zo. Ik had een gouden plaat. 10.000 verkochte exemplaren, maat! Ja, het is dat of niet? Dat is straf, hè? Maar ja, echt wel. Ja. Had je daarvan kunnen dromen? Nee, zeker niet. Omdat we aan de plaat aan het werken waren, kwam dat helemaal niet in ons hoofd op. We wisten natuurlijk wel de verkoop dat hij goed aan het verlopen was, ofzo, maar dat het zo snel ging, echt had niemand zien aankomen. Hè. Echt, ik vind het ook ongelooflijk straf, echt waar. En we zijn van dezelfde hoed, 2060 represent. Dat mag wel eens gezegd worden, hè? Ja, sowieso. We zijn fier op van waar we komen of niet, dus mag zeker gezegd worden. Ja. Zeker weten, het is u super hard gegund, echt waar. Ga vannacht in de velden van Pukkelpop verdwalen? Ja, maar ook niet te lang. Hè. Morgen vroeg al opstaan voor te gaan werken. Je kent dat, dus, dat is niet waar. C'est la vie, hè. Jawel, ja, zij ook gewoon nog een waar mens eigenlijk. Echt, ik moet iets aan mijn Antwerps doen. We zijn van dezelfde hoed, maar jij spreekt beter Antwerps dan ik. Nee, je spreekt heel schoon Antwerps. Echt waar, ik ben super fier op jou. Dank je. Iedereen van Studio Brussel is ook heel fier op jou. Ik zou zeggen, ga nog eens goed fiesten. Ik kon ervan genieten. Merci voor de support ook.